Sittard Geleen, de smeltkroes van Nederland. Een smeltkroes is een plaats waar zeer verschillende dingen zich vermengen tot één geheel. Mijns inziens de beste typering in één woord voor mijn gemeente Sittard Geleen. Sittard Geleen zit vol chemie. Een logistiek internationaal regionaal knooppunt. Met het grootste aaneengesloten chemiecomplex van Nederland, met ruim 8500 MKB-bedrijven, met de grootste binnenhavens van Nederland en met wereldspelers in automotive, chemie, logistiek en transport. Sittard Geleen is de smeltkroes in Europa. Hier smelten letterlijk de grenzen. Alle culturen komen hier samen. Aan de westzijde de prachtige toeristische grensmaasregio met België, aan de oostzijde de westelijkste grenspunt van Duitsland. Een ware toeristische smeltkroes. Chemie is hier alles en alles is chemie. Met name chemie tussen mensen. Met grote festivals voor jong en oud, met monumentale parels en met moderne leefgemeenschappen. Maar ook met verbindende chemie via Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied tot ver in het Europese achterland. Of chemie voor jonge wetenschappers op zoek naar nieuwe materialen en een snelle transitie van CO2-belastende productie naar een gezonde, toekomstbestendige, circulaire economie. De smeltkroes van chemie, onze internationale ligging, maar ook onze inclusieve werkwijze waarbij de chemie tussen jongeren, ouderen, minder bedeelden en zorgbehoevenden wordt bevorderd en waar we zo trots op zijn, leidt voor Sittard Geleen tot averechtse financiële impulsen. Door de systematiek van het gemeentefonds worden ruim 30% van onze WOS-inkomsten uit de chemische industrie afgeroomd zonder compensatie voor de grootschalige milieuoverlast voor onze gemeente. De maatstaf omgevingsadressendichtheid zorgt voor forse kortingen omdat het ons omringende euregionale buitengebied niet wordt meegeteld in het Europa zonder grenzen. De tekorten op jeugdzorg en BMO beletten ons de noodzakelijke chemische verbindingen te realiseren om de problematiek adequaat op te lossen en alleen al de maatstaf opschalingskorting, notabene voor een krimpgemeente, leidt voor ons tot een investeringskorting van ruim 80 miljoen euro. Daarmee zouden we de noodzakelijke milieutransitie naar een circulaire economie in onze zwaar belaste gemeente in één slag kunnen realiseren. Sittard Geleen op weg naar een circulaire toekomst. De systematiek van het gemeentefonds maakt het voor onze gemeente onmogelijk om onze rol te spelen naar de circulaire toekomst. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle parlementariërs van Nederland. Corrigeer het gemeentefondsuitkering. Creëer een level playing field voor onze chemie-gerelateerde gemeenten. Compenseer ons voor de fouten in de gemeentefondsuitkering ten aanzien van de euregionale ontwikkeling. En corrigeer de jeugdzorg, de WMO en de opschalingskorting. Draai de bezuinigingen terug en stel ons in staat om de smeltkroes van het zuiden te zijn.